bladzijde 84 zegt hij: fundamentalisme uit islamitische landen kan buitengewoon gemakkelijk worden geïmporteerd en wordt ook geïmporteerd, daar de voedingsbodem daarvoor niet alleen aanwezig is, maar met de dag groeit. Ja, nou, de voedingsbodem van fundamentalisme, daar is heel serieus onderzoek naar gedaan. Dat is niet armoede, maar dat is politieke uitsluiting. En wanneer mensen zich politiek uitgesloten worden, dan gaan ze reageren als een kind op het schoolplein dat niet mee mag doen. Maar is dat in Nederland het geval? Nou, ik dacht dat groeit het in Nederland? Ik dacht dat in Nederland geen sprake was van politieke uitsluiting. Er is bijna geen fractie waar geen moslims in zitten. CDA, VVD, allemaal hebben ze moslims. Dus met andere woorden, het fundament wat er moet zijn om fundamentalisme te stoppen, de is er niet. De context die je nodig hebt voor fundamentalisme, die ontbreekt hier. Dus daardoor de stelling van de heer Fortuyn is geen goede stelling. Ik denk het niet. Nou, ik vind het dus onzin. Het zijn de bekende excuustruzen die in dit veld opereren. Echte moslims, dus mensen die contact hebben met de basis, ik begrijp ook wel dat de onderklasse woordvoerders nodig heeft, dat je dus niet dat directe contact krijgt. Fundamentalisten zijn bijna allemaal upper middle class, hè? Dus niet die onderklasse? Absoluut niet de onderklasse. Ook Osama bin Laden is toch upper middle class? Miljonair. Natuurlijk. Dat was bij onze arbeidersklasse ook. Dat waren de onderwijzers die de belangen verwoorden voor de onderklasse. Wat ik nu zie, dat is een gesubsidieerd boeltje vanuit de Nederlandse staat. En die mensen die verwoorden dan de belangen. Wat nu het goede is van dit moment, en daar ben ik ook ontzettend blij mee, dat allerlei nieuwe gezichten opkomen die een veel betere band hebben met de achterban. En dat isolement, dat is er nog steeds. Ik hoor hier geen mensen die representeren de achterstand van islamitische vrouwen in onze achterstandswijken. En dat is ook heel ernstig, want al die goed presterende meisjes uit Turkse, uit Marokkaanse achtergronden, die nemen het niet op voor hun zusters in die achterstandswijken. En dat is wat mij zorgen maakt. Dat is een duidelijk punt. Ja, ik ben met stomheid geslagen. Het zou natuurlijk beter zijn als er vertegenwoordigers van moslimse groeperingen in Nederland in debat gingen met Pim Fortuyn. En ik ben natuurlijk ook maar een academico die af en toe eens een boekje leest. Maar wat ik ervan zie is dat, of schrijft ook af en toe, maar wat ik zie van de islam in Nederland, dat is dat ook onder de moslims in Nederland een enorme secularisatie bezig is, een enorm verlies van kennis, van geloof, godsdienst, ook de taal zelfs. En dat moslims in Nederland, dus de migranten in Nederland, met een rotvaart aan het assimileren zijn. En ik vind het ook eigenlijk fout. Maar wordt die assimilatie niet na 11 september eigenlijk tegengehouden? Die wordt die door zeker, de Nederlandse zeker, samenleving? Zeker. Zo'n incident als met die bijlage van NRC, die dan, waar een stukje Koran in stond, of een foto van bedoelt, een Koran. Dat is deze. Die mogen eigenlijk niet tonen. Er is in Egypte een tijdschrift van het type De Lach, zoals het vroeger bij de kapper lag, waar voortdurend artikelen over de Koran. Maar moet even uit, de M is gisteren niet bij iedereen bezorgd, omdat er een aantal bezorgers het niet konden vanuit hun geloof. Ja. Zoiets, want je mag niet de beelden uit de Koran mag je op deze manier publiceren en dat het daarna gewoon weggegooid wordt. Ik heb er in het Midden-Oosten nog nooit iemand moeilijk over zien. Dat is het incident. Maar wat we hier, perfecte illustratie van wat ik bedoel. En wat we hier aan de hand is dat we een migratiesituatie hebben waar mensen uit de landelijke omgeving naar een stad zijn gekomen, steden ver weg met andere talen. En dat heb je ook in Amerika gehad, waar mensen uit het zuiden, uit de zwarte agrarische gemeenschappen naar het noorden zijn gehaald. Dat is niet goed gegaan met die mensen. Maar ik wil toch even terug naar de Nederlandse situatie. Ja. U ontkent dus eigenlijk dat fundamentalisme hier kan groeien. Fortuyn zegt er tegen van, maar de voorhoeders van die gemeenschap bemoeien zich niet met die eigen achterban. Waardoor die onderklasse wel degelijk misschien wel neigt naar fundamentalisme. Als een echte beroepsterrorist een neefje in Nederland heeft, kan die daar natuurlijk een paar weken op vakantie komen. Ik wil even een onderscheid maken, meneer de hoogleraar, tussen fundamentalisme en terrorisme. Dat is nog wel een stap. Ik ben geen hoogleraar, ik heb wat keurig geleefd. Universitair hoofddocent. Collega, laten we het daarop houden. Maar waar het dus om gaat, fundamentalisme en terrorisme, daar zit nog een kloof tussen. Waar het mij om gaat, dat is dat er een culturele bedding ook in dit land is,
waarin onze kernnormen en waarden niet alleen niet worden geaccepteerd, maar met voeten getreden. En de enige manier, want ik ben een beschaafde man, om daar wat aan te doen, is een open debat daarover. Is het dat open is debat uw enige wapen in uw Koude Oorlogsstrijd? Absoluut. Alleen het debat? Alleen het debat. En natuurlijk, als het over terrorisme gaat, ja, dat is een kwestie van de BVD en maar de politie. Maar u heeft ook in een van uw publicaties gezegd, we moeten gewoon toetsen, wat zijn nou de uitlatingen in en buiten de moskee? Ja. En dat moeten we kijken, wat zijn die uitlatingen waard, in juridisch? Nee, en dan moeten juridisch. We het resultaat van dat onderzoek, ja. Daar moeten we iets mee doen. Ja, absoluut. Kijk, ik vind het heel goed dat de BVD nu eindelijk onderzoekingen doet naar moskeeën en aan verwante organisaties, want dat is de sociale structuur waarin van alles gebeurt. Nou, en vindt u dat goed dat dat daar gebeurt? Ja, absoluut, zoals ik ook vind, dat en dat doen ze ook, vind dat dat bij fundamentalistische christenen... Maar het moet wel gecontroleerd worden of zo, die moskeeën. Ja, nou, je moet weten wat er gebeurt. En nou gaat hoe kan je dat weten komen? Nou, door het maar eens even te vertalen wat daar gezegd dus wordt. Dus dan moeten BVD'ers die taal eigen zijn, bij wijze van spreken, naar de moskee in. Ja, ja. En aan wie dan wordt er dus gerapporteerd uit al die moskeeën wat er dus die vrijdag is besproken. Nou, laten we het een beetje selecteren. Ja, nee, om de gedachtegang te vormen, omdat... Ja, en dan heb je een gaan. Onderscheiding in een culturele component, wat niet strafbaar is. Oké, dus die opmerkingen die geregistreerd worden, dan heb je een culturele, die worden daar wat niks mee gedaan. En wij gaan discussiëren over de culturele politieke component. Ja. Nou ja, en zo gauw er natuurlijk wordt opgeroepen tot geweld, dat valt buiten de competentie en wat moet er dan van de burger. Dus die opmerkingen worden geregistreerd en dan? Dan moeten wij praten. Wij u als, als politicus en, dan, en daar hebben we de BVD helemaal niet voor nodig, want het is het aardige. We hebben 8 jaar gewerkt en nu eindelijk komen die mensen met hun opvatting. Ik vond het fantastisch dat Hazelhoef, waar ik veel mee heb gediscussieerd, nu gewoon zegt wat hij van homoseksualiteit vindt. Prima. En niet vervolgen hoor, niet vervolgen. Goed.